stel nu aan de orde de installatie van de vicepresident van de Republiek Suriname. Ik zweer dat ik bij de vervulling van het ambt van vicepresident de belangen van het land met al mijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Zware helpen mij God. Om Agni Vratpate Vratam Charishyami Tatsya Tatsakiyam Aham Anrityat Satyam Upayami. Mai Pratigya Kartahu Sachai Se Kam Karne Ke Liye. Dank u wel, gefeliciteerd. Nu nodig ik de scheidende vicepresident, de heer Amirali Robert Leo Antonius, uit om de proclamatie van overdracht te ondertekenen. Mag ik u, mede namens de Nationale Assemblée, als vertegenwoordiger van het volk van de Republiek Suriname, dankzeggen voor alles wat u in uw functie als vicepresident heeft gedaan in de achter ons liggende periode. Gekozen vicepresident, bent u bereid deze proclamatie van ambtsaanvaarding te ondertekenen? Bereid. Nu u de voorgeschreven eed heeft afgelegd en u het hoge ambt van vicepresident middels ondertekenen van de betreffende proclamatie heeft aanvaard, heeft u voldaan aan de gestelde formaliteiten en derhalve verklaar ik u namens de Nationale Assemblée, heer Michael Adin Michael Ashwin Satyandre, als ze zijn geïnstalleerd als vicepresident van de Republiek Suriname. Gefeliciteerd. Wees gezegend, wees u voorspoedig en tegenspoed zal uw pad nooit kunnen betreden. Wees gezegend vanuit Sion in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van Jezus de Christus. Amen. Nu u als gekozen president de eed heeft afgelegd, zal ik u in de hoedanigheid van scheidend president vragen om de proclamatie van overdracht aan uzelf te ondertekenen. We gaan nu naar het onderdeel waarbij de scheidende president de sjerp teruggeeft aan de Nationale Assemblée. We nemen het terug om het aan de nieuwe president, de heer Desiree Delano Bouterse, te... Nu, meneer de president, zal ik u in uw hoedanigheid van gekozen president uitnodigen om de proclamatie van de ambtsaanvaarding te ondertekenen. Nu u de voorgeschreven eed heeft afgelegd en u het hoge ambt van president middels het ondertekenen van de betreffende proclamaties heeft aanvaard, heeft u voldaan aan de gestelde formaliteiten en derhalve verklaar ik namens de Nationale Assemblée u, meneer Bouterse, Desiree Delano, als te zijn geïnstalleerd als president van de Republiek Suriname. When I'm back on top. Back on top of June, I said that's life. That's life. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of cutting out
But my heart just ain't gonna fight.